zijn. Eerst iets anders. Prinses Amalia. Zij moet, net als bijna 200.000 andere leerlingen, over 3 maanden eindexamen doen. Nou, koning Willem-Alexander wilde weten hoe het ervoor staat met de eindexamenleerlingen in deze stressvolle coronatijd. Donderdag ging hij kijken op een school in Ypenburg, Den Haag. Nou jongens, ik zie hem daar. Daar komt de koning. Het is voor VWO 5 leerling Lien een spannende dag vandaag. Ik ga eigenlijk de leerlingen die helaas vandaag niet aanwezig kunnen zijn ook een kijkje meegeven op Montaigne Lyceum. Dag. Wanneer de koning er is. Biologie, wiskunde en een lesje Frans. Goedemiddag. De koning pikt het hier vandaag allemaal mee op het Haagse Montaigne Lyceum. Van de 1150 leerlingen mogen nu alleen de 250 eindexamenscholieren naar school komen. Hallo. Hallo. De schooldag begint voor de koning met een praktijkles biologie, samen met klas MAVO 4. En majesteit, zou ik u een vraag mogen stellen? Wat vindt u nu eigenlijk nu van het online onderwijs? Hoe gaat het bij u met uw dochters thuis ook? Merkt u dat ze er moeite mee hebben of gaat het juist heel goed? Nee, je merkt, het gaat gelukkig heel goed. Dat zie je nog wel, maar je merkt wel dat de motivatie weg is. Ja. Dat het gewoon steeds lastiger is om inderdaad energie op te brengen. En dat ze het erg missen om gewoon weer op school te zijn. Missen hun vriendinnetjes en vriendjes. En ja, de oudste zit dus wel 's middags op school, want die heeft het eindexamen. Mm-hmm. Maar voor de rest is het echt hopelijk zo snel mogelijk weer terug naar school. Ja, vooral de sociale contacten, die mis ik ook. Ja. Ja. Dank u wel. Vooral omdat je nu natuurlijk de hele tijd thuis in jezelf, in dezelfde situatie, in dezelfde ruimte zit, merk ik wel dat je steeds vaker denkt van, oh, ik voel me nu zo een beetje wat eenzamer. Maar juist in deze tijd heb ik heel veel aan mijn vriendinnen dat je juist denkt van, oké, meiden, ik zit nu even in een minder momentje, zullen we even een rondje wandelen? Het is wel op zich nog leuk dat ik met mijn eigen klas kan zijn. Maar voor de andere kinderen die dan thuis zitten, die zullen zich gewoon eenzaam voelen, ja. Want die zijn niet op school aanwezig, fysiek, met andere leerlingen. Hoe zitten jullie er in de wedstrijd voor het eindexamen? Een beetje gespannen eigenlijk. Als je thuis zit, dan is het eigenlijk zij zit op je computer. De hele dag op één plek. Ja, op school ben je ook meer gezelligheid. Het is meer leuk om je les te volgen. En het uitleggen is meer duidelijker van de docent. Ik merk nu pas dat dat zo onwijs belangrijk is. Daar heb ik me nooit echt zo, bij stilgestaan. Maar nu pas merk ik dat dat het allerbelangrijkste is. Het sociale contact. Als dat goed is, dan kan ik beginnen met mijn Franse les. Maar eerder niet. Ja, ik merk in mijn lessen ook steeds vaker dat ze ook even behoefte hebben aan sociaal contact. Over hoe ze in de sneeuw hebben gespeeld. Mm-hmm. Voordat we überhaupt met de Franse les beginnen. Dus daar maak ik wel echt ruimte voor. Als ze maar in Frans doen of niet. Oh, hoeft niet eens. Het zou leuk zijn, maar dat hoeft niet. Ja, nou, heel veel dank in ieder geval. Veel succes. Hartstikke bedankt. En bonne chance aan de klas. Ja, ik denk dat de koning vooral natuurlijk met hoge mensen praat en met docenten. En dat zijn natuurlijk de docenten zelf. En die krijgen het ook van een ander perspectief mee. Maar de leerlingen zelf zijn toch wel de leerlingen die het echt meemaken. Dus ik denk dat het voor hem wel heel goed is dat hij het ook van ons perspectief gehoord heeft. Hoe het met ons gaat. Nou, we lopen nu weer naar beneden. Even kijken. En nu ga ik achteraan. Majesteit, zouden we nog een selfie kunnen maken met z'n drieën zo? Ja, uiteraard. Okay. Als je maar 1,5 meter afstapt, ja. Dan is het... Tjus! Top, dank u wel, majesteit. Altijd die selfies.